We openen daar eens bij het Nieuwe Testament het Evangelie van Lucas, de laatste woorden van hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 3. En dan zal ik vers 7 lezen met u, vers 10 en dan 11 tot en met 32. En de tekst is vanaf vers 30. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man, Houtos, ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: dan komt die drie, luik, verloren schaap, verloren penning. En dan lezen we in vers 7 de conclusie van het eerste luik. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dan de conclusie van het tweede luik. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor het aangezicht van de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Blijdschap bij God. En dan komt de toespitsing en hij zei: een zekere mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een vergelegen land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en klikte zich vast aan een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde daarna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, voor het eerst van zijn leven met zichzelf in gesprek, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van honger. Ik zal opstaan naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaaf: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En dat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos. Hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader: zie, ik dien u nu al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is,
die uw bezit met hoeren heeft opgemaakt, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Het thema is hetzelfde als de vorige keer bij het eerste preek over de oudste zoon. Logisch, want het is eigenlijk een knip. En we hopen dat hij naadloos vanmorgen verder gaat. Christus leert ons dat de hemelse Vader echt Vader is. We zien, en die gedachte hebben we de vorige keer behandeld, dat de Vader feest viert en de slaaf het begrijpt. Dat was vers 25 tot 27. En toen de tweede gedachte, die we halverwege geknipt hebben, dat de oudste zoon als zoon door de mand valt. Vers 28 tot 30. En dan de derde gedachte, dat de Vader ondanks alles ook zijn Vader blijft. Vers 31 en 32. Dus Christus leert ons dat de hemelse Vader echt Vader is. We zien, dat hebben we behandeld, dat de Vader feest viert en de slaaf het begrijpt. Vers 25 tot 27. De tweede gedachte waar we nu halverwege mee verder gaan, dat de oudste zoon als zoon door de mand valt. Vers 28 tot 30. En dat de Vader ten derde, ondanks alles, ook zijn Vader blijft. Vers 31 en 32. Dus we beginnen met halverwege de tweede gedachte, dat de oudste zoon als zoon door de mand valt. Gemeente des Heren, weet u het nog, hier staat de jongste zoon. En die gedaante van de tollenaar en zondaren, die kwamen om hem te horen. Niet zomaar ook eens wat te horen, nee, om woorden van heil te horen. En daar staat de oudste zoon. De fariseeën en schriftgeleerden naderden tot hen en ze murmureren, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. De jongste zoon... Oudste zoon. En de Heer Jezus worstelt nog steeds met die oudste zoon om hem ook naar binnen te krijgen. In de vreugde van de Heere over het vinden van verlorenen. Hij doet dat heel wijs. Door hen op afstand als een spiegel die oudste zoon voor te houden in de hoop dat ze schrikken en zich overgeven. We hebben de vorige keer al enigszins gehoord dat ze liefdeloos spreken en over de vader en over de jongste zoon die gered is. Die oudste is in zijn repliek vlijmscherp. We lezen in vers 29. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader. Zie, ik dien u al zoveel jaren. En heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nou, analyseer dat antwoord maar eens. Je moet ook leren luisteren. Ook wat wordt er gezegd? Wat zijn de implicaties? Nou, punt 1 zegt hij, ik heb vanwege mijn correcte leven geen berouw en geen bekering nodig. Hij behoort bij die 99 rechtvaardigen. Die de bekering niet nodig hebben. In de tweede plaats,
doet hij een beroep op zijn jarenlange trouwe dienst om zich zelf op een gunstige manier te vergelijken met zijn broer. Dat moet zijn vader toch toegeven. Ik dien u al zoveel jaren. Dat klinkt een hele, hele lange periode in door. Hij telt niet in dagen, niet in maanden, maar in jaren en al zoveel jaren. En dan gebruikt hij, daar verraadt hij zich wat, het werkwoord doulaio, dienen als een slaaf. Hij heeft geen relatie met zijn vader. Hij ontkent dat hij een zoon van de vader is. Hij gaat met dat dienen door vanwege de erfenis. Niet vanwege zijn vader. En ook niet vanwege de vreugde in het werk. Hij heeft nooit dat hij denkt, wat een wonder dat ik dit mag doen. Dat is wat kinderen beleven. Wat een wonder dat ik hier geboren ben. Wat een wonder dat ik dit mag doen. Hij praat niet over, ik mag het al zo lang doen. Dat is de verwondering van de leven. Ik mag het nou al zo lang doen. Maar het is een doel. Wat wil hij daarmee zeggen? Dat hij de liefde van zijn vader verdient en dat zijn broer de verwerping van zijn vader verdient. In de derde plaats. De zoon, de oudste zoon, verwacht in het doen van zijn plicht een speciale beloning van zijn vader te ontvangen, terwijl het geheim van het koninkrijk der hemelen is. Als ge doet wat ge doet, zo doet ge alleen maar wat ge schuldig zijt te doen. De levende zegt, Heer, ik zou nog dieper willen buigen. Heer, ik zou nog meer tijd aan uw dienst willen besteden. Heer, ik doe alleen maar wat ik schuldig ben om te doen. En die zoon, die oudste, ergert zich dood dat zijn vader het allemaal gewoon vindt. Terwijl hij kan zeggen, ik heb nooit uw gebod overtreden. Als u zei, ga dan die bunders ploegen, heb ik niet een halve laten liggen. Ik heb op geen enkele wijze ooit uw gebod overtreden. Nou, dat moet maar eens gezegd worden. Hij heeft, heel absoluut, nooit een bevel of verbod van zijn vader, dat zegt hij niet vader, van u, naar zich neergelegd. Hij heeft alles goed gedaan. Hij is nooit ongehoorzaam geweest tegen zijn vader. Hij heeft nooit iets gedaan waar hij vergeving voor moet vragen. Hij is nooit naar een festival of event in de arena geweest. Hij is nooit op vakantie geweest, waar de uitspatters naartoe gaan om de bloemetjes buiten te zetten. Nooit. Mark Twain, een Amerikaanse schrijver uit de 19e eeuw, merkt eens een van iemand op. Hij zegt, hij is een goed mens in de slechtste zin van het woord. Of zoals Tim Keller het opmerkt. Het is niet zijn slechtheid die hem er buiten houdt, maar zijn goedheid. Het zijn niet zijn zonden die hem weghouden van het deelnemen aan het feest, als wel zijn gerechtigheid.
wat is het erg als godsdienstige mensen? En dat kan op allerlei manieren. Ook kan evangelisch, want wij vasten en we hebben geen moeite met de toe-eigening. Het kan op allerlei manieren goed in de gaten houden. Wat aangrijpend. Hoe godsdienstige mensen, religieuze mensen, die voor God hypocrieten zijn, hij kent en doorgrondt mij, zichzelf kunnen bedriegen. En dat kan omdat die oudste geen relatie van liefde met de Vader heeft. Nogmaals, hij behoort tot die 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En als dan iemand zomaar gered wordt, dat hij aan het avondmaal mag en iedereen zegt, wat een wonder, dan hebben zij het gevoel, ik heb God voor noppes gediend. Ik me word niet opgemerkt in alles wat ik doe. Geliefde, dat functioneert als een spiegel voor ons. Dienen wij op slaafse wijze de Heere om enerzijds de hel te ontlopen en anderzijds de hemel te verdienen? Of mogen wij met Petrus zeggen, terwijl we de Heer Jezus in de ogen kijken, u weet alle dingen van mij, maar u weet dat ik u lief heb. En dat is wat anders, gemeente, zoals we het vaak ook zo zeggen buiten de bekering. Nou, ik heb geen hekel aan God hoor. Nee, ik heb u lief. Mag u dat zeggen? Met Psalm 116. En in de vierde plaats verwijt hij zijn vader. U, hè? U hebt mij nog nooit een bokje gegeven. Zolang als het niet overtreden van het gebod of verbod van zijn vader geduurd heeft, zo lang duurt ook al het wachten op een beloning. Nooit. Nooit uw gebod overtreden, nooit een bokje gekregen. En dan heeft hij het nog niet eens over een kalf, maar over een klein bokje. En dan in de vijfde plaats, dat hoor ik er ook nog in, iets pijnlijks. Om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Het hoeft ook geen kalf te zijn. Want als de oudste feest viert, vraagt hij niet zoveel gasten. Als zijn vader nou doet met de jongste. Zijn vader behoort niet tot de genodigden. Dat feest is alleen voor zijn vrienden. Wat dat betreft verschilt zijn verlangen om feest te vieren met zijn vrienden niet van het verlangen van zijn jongere broer eertijds, die ook weg wilde om met zijn eigen vrienden, die hij zelf uitkoos, de bloemetjes buiten te zetten. Het gaat die oudste alleen om zichzelf en om zijn vrienden. Zoals ook de fariseeën en schriftgeleerden alleen hun vrienden uitnodigen. Daar heeft hier Jezus in het vorige hoofdstuk, lees maar mee, is al op aangesproken. In hoofdstuk 14, vers 12 tot 14. En hij zei ook tegen hem, die hem uitgenodigd had, wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke burgers, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Mijn vrienden, wat een beperking. Die man met het schaap.
riep zijn vrienden en zijn buren. Dus en zijn persoonlijke relaties, maar ook de relaties waarin God hem geplaatst had. De buren, de kerk, het werk. En de vrouw die haar penning kwijt was, als zij de penning vindt, roept haar familie, haar vrienden, vriendinnen en buurvrouwen. Maar de oudste wil, want dat, zo gaat het onder de fariseeën en de schriftgeleerden, die wil alleen ons eigen soort mensen. En daar is geen plaats voor de vader. En niet voor de jongste zoon. Maar de viering van Jezus nodigt het hele dorp. En sluit allen in die uitgesloten worden. En nooit door de fariseeën gevraagd zouden worden. Geliefd, als niet de band met de hemelse vader voor ons het allerbelangrijkste is, dan moet ik de scherpe conclusie trekken dat u het leven niet kent. En dat betekent dat u er pas achter komt als de deur gesloten wordt. En dan pas begint te kloppen, doe mij open. U leeft niet in kinderlijke liefde en eerbied. En de hemelse vader is wel vader, hij wil jou wel hebben. Maar je hebt voor hem geen plek in jouw leven. Jij bent geen kind. Dat betekent bij het feest dat je buiten blijft staan. Nu, en straks als de bezuin gaat, begint buiten te staan. Om nooit meer binnen te komen. Mag ik u bidden van Christus wegen? Want de Vader heeft de wereld met zichzelf verzoend. Laat u met God verzoenen. Laat die verzoening aan u geschieden. Dat alles wat je tegen de Vader hebt, verdwijnt. En dan meen je niet meer dat je beter bent dan de zondaar. Als je hart vernieuwd is en vervuld met de liefde en eerbied van een kind, dan ontvang je de evangeliedienaren als Gods gezanten. Maar als dat niet zo is, zal het Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. Kom binnen. Laat u gered worden. Net als je broertje. De oudste zoon maakt dankbaar gebruik van de gelegenheid om alles er eens uit te gooien. Wat er niet deugt aan het werk van God. Aan mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En dan komt in vers 30 het andere deel van de vergelijking in venijn erachteraan. Maar nu deze uw zoon gekomen is, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Wat een verachting. Drukt hij uit in de aanduiding deze uw zoon. Deze hoeders, met opgetrokken neus, deze, zoals ze het ook van Jezus zeiden aan het begin van het hoofdstuk. Deze, vers 2, deze hoeders ontvangt de zondaars en eet met hen. Letterlijk staat er in het Grieks. Nu, maar de zoon van u, deze.
Daarmee ontkent hij zelf iedere bloedband. Dat is exact dezelfde aanklacht als die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Over Jezus' omgang met zondaren en tollenaren. De vader ontvangt zonder ook maar enige strafexercitie. Als hij dat nou meegemaakt had, was het wat anders voor hem geweest. De zondaar. En dan maakt hij zelf een scheiding. U hoort bij die zoon van u. Ik sta alleen. En ik krijg nog geen bokje. Wat is dat voor verhouding? En het is ook nog eens voor mijn deel genomen, want hij had zijn 1/3 deel al gehad. En die verhouding hanteert de vader met die zoon die uw bezit, en staat er weer, bion, uw levenswerk, heeft opgemaakt met hoeren. Nou, schriller kan de tegenstelling niet zijn dan die tussen een getrouw levend kerkmens en eentje die in Deventer of op de Wallen naar de hoeren gaat. En die het erfdeel van de voorgeslachte opeet. In dat opeten zit ook veel venijn. Dat wijst de tijd voor hem aan. Het vermogen is niet door de loop der jaren door inflatie gedevalueerd, maar het is Aoristus in 1 korte handeling verspild en naar de Filistijnen gewerkt. Dat met hoeren. Ho, ho. Die hoeren zijn volgens mij zijn eigen invulling. Ik heb nog niet over hoeren gehoord. Ik heb die slaaf die hem vertelde uw broer weer gezond terug ontvangen niet gehoord over hoeren. Ik heb de vader er ook niet over gehoord. Misschien, ai, vertelt hij hier iets over zijn eigen fantasieën. Wat hij zou doen als hij onder de ogen van iedereen vandaan zou zijn. Dat gebeurt vaak. Dat zijn verborgen zonden die gekoesterd worden. Ze worden niet bedreven. Al zouden ze als eerste bedreven worden als je ermee weg zou kunnen komen. Hij bedenkt het zelf. Het woord verkwistend hoeft dat ook niet per definitie in te houden. Als wij nu diep in ons hart doorlicht worden in ons kindschap, waar zouden wij voor kiezen? Jongelui, als we wisten dat we goed terechtkwamen, zou je dat liefst de gang van de jongste zoon maken? Ik ben dan eigenlijk jaloers op die moordenaar aan het kruis die plats vlak voor het einde als een brandhout uit de haard wordt gerukt en begint dan wat te fikken, te gloeien op die deeltjes die losse sprieten en er nog net uitgehaald wordt. Eind goed, al goed. Zouden we daarvoor kiezen, maar durven we het niet omdat we niet weten dat het nog goed komt? Door dit te zeggen, wil hij zijn vader innerlijk verwijderen van zijn broer. Zonder dat hij ernaar verlangt dat hij zijn vader heeft. Heeft de vader wel door wat voor zondaar die jongen is? Maar het wonder wordt voor die vader alleen maar groter. Hier kun je de regels stellen, gemeente. De Bijbel is sober. Wat betreft de details van de zonde. De zonde met David en Bathsheba wordt niet
als een doktersromannetje beschreven, hoe het begonnen, wat hij zag en wat hij voelde enzovoort. Het wordt alleen vermeld, eerlijk, punt. Maar de hypocriet gaat er graag over uitweiden. En uitvergroten, omdat dat zijn eigen waarde vergroot. En de ander nog verder laat dalen. Hij verwijst naar zijn broer. Die zoon van u, dezelfdegene. Die zoon van u. Hij krijgt het woord broer niet uit zijn strot. Terwijl de vader zo blij is dat de band met zijn jongste zoon hersteld is. Laat de oudste weten, daar heb ik geen behoefte aan. Hij koesterde de breuk tussen zijn vader en de jongste broer. Want dat liet duidelijk zien dat hij de betere was. Die ieder bevel gehoorzaamde, nooit een gebod overtrad. Hij heeft geen bewogenheid met zijn verloren broer. En geen enkel verlangen naar herstel en vergeving. Dat is een slecht teken. Dat is een slecht teken. Het is een noodzaak voor ouderlingen, predikanten, maar ook voor beleidende leden. Het is een teken van het levend geloof, bewogenheid met onbekeerde mensen. Dat is het beeld van Christus. De schare ziende werd met ontferming bewogen tot het einde. Als hij afdaalt van de Olijfberg en Jeruzalem ziet liggen, gaat hij hardop huilen en spreekt hij Jeruzalem aan alsof het een mens is. Hoe vaak heb ik je niet willen bijeenvergaderen? Och, dat je vandaag nog erkende wat tot je vrede dient. Slecht teken. De fariseeën en de schriftgeleerden zien zichzelf net als de oudste zoon, als een modelkind. Die alles doet wat God vraagt. En ze hebben niet door dat zij zich niet alleen verwijderen van de andere kinderen van het verbond, dat ze boven hen staan. Maar dat zij zich bovenal verwijderen van de genadige liefde van de Vader. Ze kennen hem niet. Ze dienen hem als een slaaf, als een meester. Bij wie ze het moeten verdienen. Ze zijn vreemdelingen van de vreugde, van het heil. Hun relatie is niet gebaseerd op liefde tot de Vader. Maar op prestaties. En als God zo met genade omgaat, zien ze eigenlijk al hun werkuren verloren tijd. En verprutste energie. En hij is niet beter dan zijn broer. Eigenlijk wil hij net als hij toen die vertrok niet de omgang met zijn vader, maar wel de weelde van zijn vader. Dat is heel ontdekkend. Gemeente, alle religie of los van willen zijn, heeft dezelfde wortel buiten Christus. Is vreemd aan de vreugde en verwondering dat de hemelse Vader Vader is zoals die Vader is vanaf eeuwigheid. En dat is een religie die hard is tegen andere zondaren. Wat een zegen dat de jongste zoon niet die oudste als eerste is tegengekomen. Dan was hij misschien huilend weggegaan om nooit meer terug te komen. Wat verwijt die oudste zoon zijn vader nou herkenbaar? Zijn uitverkiezing. Het verkiezen van zijn broertje boven hem. Dat is het. Die oudste zoon mist de kinderlijke liefde, de aanhankelijkheid en de vreugde van nabij God te zijn. Dat is voor hem onbekend. Hij voelt zich achtergesteld. Dat is niet alleen het probleem van hen die open tot de fariseeën behoren. Het is het probleem van iedereen die in de kerk bezig is.
maar in diepste wezen onbekeerd. Komt altijd het moment dat je je teleurgesteld en miskend voelt. En hoe moet dat? Nou, Christus, leert ons dat de hemelse Vader echt Vader is. En dat de Vader ondanks alles ook zijn Vader blijft. Want hoe reageert nou die Vader? Je zou toch, als je dat bij de achterdeur met je zoon meemaakt, naar binnen gaan, hem in zijn sop gaan laten koken en de deur dichtrammen. Maar dat gebeurt niet. Die Vader is Vader voor die jongste, voor die oudste. Vers 31. En hij zei tegen hem: Kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijn is van jou. Dat is heel aangrijpend. In het Grieks lezen gebruikt hij niet het woord mijn zoon, huios. Maar die gevoelvolle aanduiding, teknon, mijn kind. Dat Griekse woord zeg je tegen een kind dat je op schoot trekt. Kind. Dat moet je toch raken. De Vader geeft geen antwoord op de beschuldigingen over het gedrag van zijn jongere zoon. Welke zonde hij ook bedreven heeft, dat is het punt niet. Dat is kwantitatief, niet kwalitatief. Hij heeft de zonde in hun essentie kwalitatief beleden. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Die band is hersteld en dan is het over. Hoeft een ander er niet over uit te wijden. Er staat toch immers zwart op wit in je Bijbel, in Spreuken 28, vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, wie er overheen stapt, zonde, waar ze hier in de gemeente niet van weten, die zal niet voorspoedig zijn. Maar wie ze beleidt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. En de apostel Johannes schrijft in zijn eerste hoofdstuk van zijn eerste algemene brief: als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Kind. Al heeft die jongen tot nu toe geen vader gezegd. Die Vader is daar niet van afhankelijk, die staat erboven. Kind. Mijn jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat ik heb, is eigenlijk al op van jou. Tegenover het nooit van de oudste plaatst de Vader het altijd. Ook de hypocrieten mogen altijd op het erf van het verbond zijn. Je ziet het als plicht omdat je anders niet in de hemel komt. Maar het is een gunst. Al het mijne is van jou. Verdeelde zijn vermogen onder hen. 1/3, 2/3. Het is voor alle kinderen van het verbond. Ik weet niet hoe u bent opgevoed godsdienstig. Het verschil tussen erven van het verbond en het wezen des verbonds, weet ik wat. Ik ben opgevoed met Psalm 81. Al het mijne is het uwe. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem vervullen.
Die geitenbok was van jou, jongen. Waarom heb je er nooit om gevraagd? En de terugkeer van de jongste brengt daar geen verandering in. In jouw deel van de erfenis. Mijn Jezus, mijn zaligmaker is van jou. Je gaat verloren met een zaligmaker. Als je verloren gaat, omdat je hem niet gekust hebt, de zoon. Mijn woord is van jou. Mijn rechtvaardiging is van jou. Mijn heiliging is van jou. Mijn wijsheid is van jou. Mijn volkomen verlossing is van jou. Leg je hand erop en eigen het je toe met een lege hand. Zoals de Heer tegen Jozua gezegd heeft over dat beloofde land en de grens heeft aangegeven, heeft tegen Jozua gezegd, alle land waarop jij je voet zet, heb ik jou gegeven. Je hebt het, maar ga het in bezit nemen. De Heer wil het zo graag. Maar mijn volk wou niet, hoort u de pijn niet? De Heer wil zijn kinderen zo graag in het heil laten delen. Lees dan vers 32. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. De vader gebruikt die aanklacht van, die bittere aanklacht van de oudste zoon, als gelegenheid om uit te leggen waarom hij zijn eigenzinnige zoon ontvangen heeft. Op dezelfde wijze gebruikt Jezus de klacht van de fariseeën om uit te leggen waarom God het verlorene aanneemt. Daar wordt hij zo blij van. En daarom trekt Christus verlorene tot zich. En gemeente, dan moeten we ons afvragen, gebeurt dat ook in onze gemeente? Dat verlorenen worden aangetrokken. Degenen die erbij komen, komen die erbij omdat hier een gemeente is waar verlorenen de weg wordt gewezen. Waar van genade wordt geleefd. Of komt dat niet voor? Zijn wij een gemeente van de Vader of zijn wij een gemeente van de oudste zoon? We doen het allemaal met elkaar zo goed. Let erop dat de Vader nu tegen de zoon hetzelfde zegt als wat hij heeft uitgesproken in vers 24 als reden voor het feest. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. God is blij met de redding van een zondaar. Geloof je dat? En die vader herinnert hem, deze zoon, eraan. Hij zegt niet mijn zoon, maar deze broer van jou. Jongen, het is je broer. Het ruggenmerg van de gelijkenis is die drievoudige relatie. Vader, zoon, broer. En dan kun je organiseren wat je wil. Aan eenheid en noem maar op. Wie de familieband niet voelt, is dood voor de liefde van de vader. En heeft niet minder bekering nodig dan de jongste zoon. Om eindelijk te leren zien wie je vader is en hoe die is. De huurlagloners van mijn vader hebben overvloed. Hij zorgt zo goed voor andere mensen. Geloof je dat? Wij hebben niet minder vergeving nodig dan de zondaren. We hebben Gods kennis nodig en zelfkennis, zegt Calvijn in zijn institutie. We moeten leren
Ik heb niet minder vergeving nodig. En dat ervaar je ook als iemand in de kerk komt die alles gedaan heeft wat God verboden heeft. En wel daar ogen uit zijn hoofd kan huilen vanwege alles wat hij verprutst heeft. En nooit meer terug te draaien valt. Dan kun je naast zitten en zeggen, jongen, ik ben blij dat de Heer me voor bewaard heeft, maar ik ben geen cent beter. Broertje, we moeten het hebben van genade. Van de liefde van de Vader. En als we zo het werk van de Heilige Geest en van het Woord kennen in ons leven, kunnen we naast de zondaren zitten. Want we zijn er zelf eentje van. En als er zo'n slecht mens gered wordt, ben je er nog jaloers op als die in die eerste liefde zit. Je kijkt nog tegen hem op. We zijn verwonderd over de genade van God, de liefde van de Vader. En het oprechte berouw is zo zuiver en zo ontroerend. Dus de herhaling van de conclusie uit het eerste bedrijf, vers 24, onderstreept het belang. Als doden worden levend gemaakt en de verlorenen gevonden, is het noodzaak zich te verblijden. Gij rijdij. Het moet. Dat is het heilige moeten vanzelf. Dat moet noodzakelijk volgen. Dij, het moet. En dat moet, ik heb het allemaal op een rij gezet, is bij Lucas een directe verbinding met de verlossing. Het moet niet omdat die teruggekeerde jongen het verdient. Maar het moet omdat de liefde en de vreugde van de Vader erom vragen. En dat die zich willen uiten. Met dat moeten zijn in het Grieks twee werkwoorden verbonden. Vrolijk zijn en vrolijk en blij zijn. Dubbel en dwars. Vrolijk en blij zijn is de enige optie. Murmureren snijdt niet de ander, maar jezelf af van de zaligheid die van boven komt. In Christus Jezus. De oudste zoon moet leren dat hij meer en meer, niet kwantitatief, maar kwalitatief, meer moet doen dan de geboden onderhouden. Hij moet zijn hart geven. En zich met zijn hart voegen bij de Vader. En leren dat vergeving groter is dan gerechtigheid. En deze gelijkenis laat zien hoeveel liefde Christus ook heeft voor fariseeën en schriftgeleerden. Wat zou die blij zijn als zij Gods hart voor verloren zondaren zouden herkennen en zelf het ervan zouden moeten hebben. Om tot Jezus te komen in berouw. Christus wil beide groepen trekken. En dat is wat er speelt. De weigering van de oudste zoon om mee te gaan in de vreugde over de terugkeer van zijn broer laat de moeite zien die menigeen heeft ontmoet om zondaren te aanvaarden. In het bijzonder als ze beruchte zondaren geweest zijn. Maar de gelijkenis eindigt met de oudste broer die buiten staat. We weten niet hoe het afloopt, daar houden we niet van. Tenminste, ik vind dat niet prettig met een boek. Soms is het heel spannend, dus kijk je even achterin of die wel blijft leven. Maar dat er abrupt eindigt, zonder dat je antwoord hebt op je vraag, hoe is het met hem afgelopen? Ja, Patch. Hoe loopt het af, weet u? Dat zult u weten. Dat zal ik weten als ik mijn laatste adem uitblaas. Kom ik thuis? Omdat ik thuis ben? Of blijf ik buiten? Dat is het open einde dat niet zo open is, maar zich toespitst op ons leven. Hoe reageert u
op de liefde van de Vader. Deelt u in de vreugde van de vergevende liefde over de zonde die u hebt beleden en de genade die hij schenkt in Christus Jezus door zijn dood en door zijn opstanding. Het is duur betaald, ja. Dat is een helder spiegel die ons vraagt: ken ik de vreugde? Leef ik uit de vreugde als een zondaar tot het geloof in Jezus komt? Ben ik dan blij? Dan houden we en van de jongste en van de oudste. En we zijn zo blij voor de Vader als ze zo thuiskomen. En als er zo eentje binnenloopt, waar je het gelijk aan ziet, die is niet gewend naar de kerk te gaan. Dan bid je Heren misschien per ongeluk binnengekomen. Maar grijp, grijp voor eeuwig, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En als je deze liefde niet kent, ik bid je. Al ben je nog zo actief, al ben je een halve theoloog. Ga met dat probleem naar de Heren. Want je staat buiten. Raak mijn dode, koude hart aan, Heren, maak me levend met u. Was dood en is levend gevonden. Ontferm u mijner, verloren en gevonden. Maak je niet wijs dat je wel met God feest zou willen vieren. Het is je eigen feestje. Buiten het feest van de Vader is het buiten zo koud en zo donker. Terwijl als je binnenkomt, je een en al verwondering ervaart. Heer, wat een wonder dat u er zin in hebt om zulke mensen te redden. En die vreugde wordt niet minder, maar alsmaar groter door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Amen.